Op zaterdag een onvervalste kraker op Varkenoord tussen Feyenoord onder 17 en Ajax onder 17. Feyenoord verspeelde vorig weekend voor de eerste keer punten door gelijk te spelen bij NEC FC Os. En dan komt Ajax op bezoek dat nog ongeslagen is na 3 wedstrijden en zelfs nog geen enkel doelpunt tegenkreeg deze competitie. Gespannen gezichten, dit zijn de wedstrijden waar het om draait. Hier staat naast punten ook prestige op het spel en dat weten deze jongens maar al te goed. Ondanks de regen een volle tribune op Varkenoord voor deze mini-klassieker. Met het eerste gevaar voor Ajax. Bal doorgekopt en ruimte voor een voorzet vanaf de rechterkant. Die komt er ook. Maduro laat lopen en dan komt de bal bij Robbie. Maar die raakt de bal niet goed en schiet naast. Dan Feyenoord. Bal op Somerville. Die wordt hard aangepakt door Douglas en dan is dit een vrije trap. Achter de bal Omer Gündüz. Bal lang onderweg, maar vindt wel het hoofd van een teamgenoot. Bal weer hoog de lucht in. En dit duel wint de lange Wouter Burger. Dan kan hij mooi gaan scoren en dat doet hij. Maar dit is buitenspel volgens assistent scheidsrechter Steur. En dus gaat het feest niet door voor Feyenoord. Maar Feyenoord begint sterk aan de wedstrijd. Met nu de paas op Somerville. Goede paas ook op Leek. Tosho Leek, kan hij gaan scoren? Nee, hij komt net niet aan de bal. Gündüz naar Leek met zijn rug naar het doel. Maar weet dan toch Burger te bereiken met een slim balletje. Wouter Burger, moeilijk hoek, maar toch raak. Aanvoerder Wouter Burger zet zijn ploeg binnen het kwartier op een verdiende voorsprong. Feyenoord zet de rivaal direct onder druk deze wedstrijd. En dat levert al snel resultaat op. Daan Reiziger geklopt en het staat 1-0 voor Feyenoord. Ajax moet in de achtervolging. Goede actie van Hansen, die ook nog eens Robbie bereikt. Krijgt de bal dan terug, kan gaan scoren, maar zijn inzet is te zwak. En kan worden weggewerkt door Ezra Hogeboom. Hogeboom weer, mag ver komen. Nordin Moussampa krijgt de bal niet weg en dus kan Spinter de mooi overnemen. En die stuurt Leek direct weg. Tosho Leek gaat voor de lop en die bal valt binnen. Tosho Leek, de ijzersterke spits van Feyenoord onder 17, zorgt al na een half uur spelen voor een comfortabele voorsprong. En dat te bedenken dat Ajax tot deze wedstrijd geen enkel doelpunt tegenkreeg. Reiziger verontschuldigt zich. Want laten we nog een keer kijken naar dat moment. De Mooi stuurt Leek weg en hij weet vlak voordat Van Gelderen kan ingrijpen de bal over Reiziger te krijgen. Die eigenlijk tussen wal en schip staat. Maar absoluut fantastisch afgemaakt door Tosho Leek. En de 2-0 voor Feyenoord. Hoogboom met een lange en heerlijke bal op Somerville. En die aanname is ook fantastisch. Crescenzo Somerville meteen met een knock-out voor Ajax. Nee, hij raakt de bal verkeerd. Maar een gigantische kans om de wedstrijd al in de eerste helft in het slot te gooien. En zo blijft het bij rust 2-0. Maar had de wedstrijd ook al zomaar gespeeld kunnen zijn. Maar wat zien we een uitstekend Feyenoord in de eerste helft. En daar moet trainer Melvin Boel toch zeker tevreden mee zijn. Gündüz, begin tweede helft, stuurt Somerville weg. 2 tegen 1, dan moet dit toch dan direct de 3-0 worden. Leek in één keer terug naar Somerville. Nu wel een doelpunt voor hem. Nee, weer niet. Crescenzo Somerville heeft iets te veel tijd nodig om de bal te controleren. En zo kan Moussampa nog redden voor Ajax. Ajax komt wel wat beter in de wedstrijd. Bal bij Taylor. Oh, Korevaar. Rebound dan voor Ajax. Nee, kan worden weggewerkt. Maar een gevaarlijk moment voor het doel van Joey Korevaar. Maar de marge van 2 blijft intact. Feyenoord vecht voor wat het waard is. Maar kan niet voorkomen dat Ajax gevaarlijker wordt. Voorzet naar de tweede paal. Daar staat Sontje Hansen. Die brengt opnieuw in. En dan is dit geen 2-1. Wat een kans voor Ajax. Maar Brian Brobby krijgt de bal van dichtbij niet in het doel. En zo koerst Feyenoord af op een hele belangrijke overwinning thuis tegen Ajax. Inmiddels 8 minuten in blessuretijd. Vrije trap van Taylor en die bal valt nog binnen via de voet van Hansen. Aansluitingstreffer nog voor Ajax, maar wel heel diep in blessuretijd. Ajax wil dan nog een keer de aanval zoeken, maar daar is geen tijd meer voor en fluit de scheidsrechter af. Feyenoord speelt fantastisch in de eerste helft. En knokt in de tweede helft. En dat is genoeg voor een hele lekkere zege in deze mini-klassieker. Feyenoord onder 17 tegen Ajax onder 17 eindigt in 2-1.